We staan hier in de best bewaarde omgeving van het eiland. Dus eigenlijk is het echt een tijdscapsule. Ja, dat is niet aan het vangen. Weg, weg! Oh my god, het is open. P-R-O-T-P. U luistert naar de Protpot. Alles geven, hè! Beste luisteraars van de Protpot, ik ben Jade, online content creator en sinds mijn 8 jaar echt al een grote fan van het eiland. Vandaag gaan jullie een video zien waar wij een roadtrip gaan doen van de opnamelocaties van het eiland. En ik sta hier al voor Sinalco, ik ben echt aan het fangirlen. En goedemorgen, Michel! Hallo! Hallo! Ik ben Evie. Hey! Ik ben Bert. Ik help niet met het liedje van de podcast van het eiland. Hey, het is ervan, gaat het? Katerke. Kleintje, maar het is zo alleen. Hier van achter. Dus ça va. En bij u? Ça va, ça va. Ik heb er zin in. Ja, ik heb mijn training nog allemaal bij gisteren. Mijn maat blijft slapen. Gewoon, misschien mij even voorstellen. Ik ben Christophe, ik ben al van in begin een groot fan van het eiland. En ik ben bezig ook met een podcast. Al heel veel afleveringen gemaakt. En we gaan er nu eentje met video doen. Ja. Ik ben blij dat we er wel mee doen. En we gaan zoveel mogelijk filmlocaties van Thailand gaan bekijken. Hè, hoe dat het er nu uitziet. Ik vind het naar daartoe. Ik vond dit al. Dat is hem, hè? Wauw, dat is hem, hè? Dat is hem. Ja. Ik wil nog één ding zeggen over uw denkje. Ja? Gewoon niet meer doen. Dank u. Mag ik u vragen om niet meer in uw training naar het werk te komen? Ik heb veel omhalen. En is dat hier ook wel nodig? Ja. Want als ze zo zitten, wat die boombox zo in de hoek staat, daar zijn wij binnen geweest. Oh. Dus die mensen dat we zien. Dus eigenlijk zou je aan een raam, als jullie in die meeting zitten, zou je moeten kunnen. Ja. Michel! Dus als jij nu op Portland staat, hier staan, ja. Snap, dat zijn ze. Ja. Hier staan de containers. Jij hebt een onderbroek vast. De toilet, we zitten in de toilet. Hè. Als je bij Bell Chicken naam bellen. Bellen bij Bell Chicken. Ja. We zoeken de toiletten. De iconische toiletten. Die zitten achter die deur. En ze zijn in vergadering. Halt hem eruit. Ja, dat moet misschien vergaderen. Dat moeten we ontdekken. Die hoeven van onafstand van cultuur te maken. Ah. Dat is nog niet gedaan. Het is verder naar daar, want de verkeersbord is in beeld. Dat is nog niet gedaan en ze zijn aan het snoeien. De takken eraf. Dat is zo bij mijn oproep, hè. De takken eraf. Het is helemaal klutsen met mijn kaken. Het is begonnen, hè. Ze zijn aan het snoeien. De takken eraf, dat is hier nog niet gedaan, Michel. Maar ze hangt toch. Ja! Het is begonnen, ze zijn aan het snoeien. De takken eraf, dat is hier nog niet gedaan, Michel. Jean! Geweldig! Oh nee. Dag Sonja. Ja, Michel, ik sta hier op de parking, hè? Kom jij naar buiten? Sonja. Dat zal niet moeilijk gaan, denk ik. Doe. Voilà, Michel, dat was het. Spijt dat je niet zo gehad hebt. Hallo Michel. Allee man, kom. Terug gaan werken. Michel? Hallo. Hallo Michel. Zeg, wat zei jij? Hey, Sonja. Oh, Sonja. Ik denk dat ik slecht nieuws heb. Linda. Linda! Linda. Linda! Zou jij willen uitstappen? Ja. Moet gaan eten. Ja, sorry. En zou ik mijn zakdoek terug mogen? Ja, merci hè. Binnenkort hebben wij nog een heel leuke verrassing voor jullie. Wat zou het zijn, Christophe? Ja, samen met Bert zijn we al iets bezig. Yes. Kijk, cool, man. Import, export, basic info, werkrapport. Kopie kot, ik ben geen vod, de poortjes zijn kapot.
Goedenburg en Lentesla, de sponsor is de CNA. Linda Hombroek, Sonja Boek, je agressieve zot! Go, 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 Sinalco! Het Vlaamse kantoor leven perfect weergegeven. Go, 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 Sinalco! En we blijven vissen naar een eilandisme. Woe! Ja, dus we zijn... ja, bezig aan een nummer, ook samen met Bert zijn dat we maken, hè, over Thailand. Je kunt het misschien al horen op de... Het is ook op de tonen van een gekend nummer. Zo. Ja, ja. Het is, En binnenkort hebben we ook je medewerking van veel mensen nodig. Dus ja, houd ons goed in de gaten. Ja, dus als er in u een zanger, acteur... Een uitbeelder komiek, een uitbeelderke zit, dan is dit eigenlijk echt helemaal niet voor u. Houd ons maar in de gaten. En voor het weet staat je misschien wel op de website, man. Ja, voor de credits even toch te pakken. Wel, Bert heeft de opname gedaan en ik heb de bas echt zelf ingespeeld in het liedje. De bas is top. En stond hem volledig open. Ik heb de tekst ook volledig geschreven. Het gebouw van Sinalco. Ja. Exterieur. Dus hier zijn niet veel interieurs gefilmd, wel een paar. Dus misschien dat we een bureau van Protu vinden. En we hebben aan de buitenkant gezien dat een bureau van Nalarts, vermoeden we. Hier is. Ik vermoed dat we scènes gaan, dat we vooral interieurs gaan zien van de... pilootaflevering, want die is wel degelijk in dit gebouw gefilmd geweest. Ik ga niet hier zitten, ja, als dat is zo goed, maar hier een trap. Kijk, de piloot staat op YouTube, hè. Dit is wel ja, maar het lijkt hier, ja, je ziet hier wel het uitzicht van dat er veel ziet het eiland. Ik krijg hier echt wel de vibe van het eilandkantoortje. Dus hier ergens moet dan ook heel lang het bureau geweest zijn van Wouter van den Houten, niet? Als dat hier woestijnvis is geweest. Ah ja. Ah ja, ja, het bureau van Protu moeten we hier vinden. Was het bureau van Wouter van den Houten? Ja. Ah, ja. Het bureau van Protu moet in dit gebouw zijn. Maar ja. Maar dat gaat er nog zijn, denk je dat? Wie weet, komen we er eigenlijk op uit. Het was van Alex! Oh. Oh, ja, ja. Oh, weet hij wat dat die scène is? Oh. Dat is... Ja, inderdaad. Ja, laat zij het nog een keer. Oh my god. Ja, ja, ja. Ja, dat vinden we wel nog terug, hè. En kijk, en dat gebouw stond er nog niet. Dit hier? Dat ben ik zeker, ah, ja. Want... Dat kan. Ja, want dit... Dat grasveld hier, dat loopt, als je langs daar kijkt, loopt dat een beetje af. En dus daar waar dan nu die deur is ongeveer, daar zitten Alain en Protu. En daar is de zee. Dat, ja, de zee is daar, ja. Hoort je ze? Wat? De zee, hoort je ze? Kijk, kijk, kijk. Ja, ja. Kom, die gaan we gaan zoeken, die gaan we gaan zoeken. Maar kijk, zijn ze niet dat we er juist hebben opgelopen? Ja, ofwel een verdiep hoger. Dat is hem! 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 Moesten we hier geraken, dan kunnen we een salmi spelen. Oh ja! Kom, we gaan hier op tak. Maar dat is een doffe, ja. Dat is een doffe koepel. Goeie, wacht, kan dat, ja. Is oh, deze zou perfect zijn voor de salmi. Volgens mij. En, ah, kijk, 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 hier, 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 hier. Kijk maar, mijn hand. Daar zijn we. Ja, 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 ja. Ah, daar zitten we nog maar op het eerste. Dat gaat derde zijn dat hij een bureau heeft. Tweede dat hij een bureau heeft. Hey, hallo. Ik heb een afspraak met mevrouw Protput. Ah, nee, dat kan niet, dat kan niet. Het gaat ook daar zijn dat we hadden een muggen van mij gekomen. Heb je een kartonnetje bij? Nee. Maar Michel, ik zweer het, ik heb een kartonnetje ertussen gestoken. Oké, nu zitten we wel bij Tony Poyaar. Ik krijg hier wel de vibe van. Volgens mij is er hier Tony Poyaar zijn komt. Het schijnt de zon daar, Michel. Ja. Wat weer is het? Oké, okay, we gaan nu hier binnen. Ah ja, hier is het toilet. Ik zit mijn vermoeden dat het bouwbedrijf hier gewoon niet meer zit. Ik krijg zo de vibe dat die Leslie hebben gemaakt. Ja. Japanimation toys. Ja. Ik krijg zo goed dat hier dat deze op deze deur weg kunnen bekijken. Volgens mij is dat hier dat ze de allerlei soms in de gang staat.
Oh my god, ja, met roken. Dat is, is dat niet met roken, niet? Allee, ben je gekomen? Nu. Nee. Nu, alstublieft. Is het hier? Ja. Oh my god. Het wc. Oh my god. Oeh, maar daar is wel een gootsteen. Ja, maar ze filmen hier. Ah, oké. Okay. Ah, ja, ja, je ziet alleen deze twee. Dus dan moet gewoon zo. Elke window niet. Elke window niet. Dus ja. Welke wel? Of moet ik hem filmen? Allee, zijn jij dat? Ja. Wat doe jij hier? Nee. Ik wat triestig en dan slaat dat bij mij direct op mijn darmen. En ja. Bij de mannen was alles bezet. En dan ben... Maar hé. Ja, kijk, ik ben rond daar binnen gewassen en ik stik mijn op. Ja, is het geen lavabo? Wanneer, maar eigenlijk is dat dus toch te lief. Maar dat is toch niet? Ja, dat is allemaal met Isabel gebeurd, hè. Maar je moet dat zo zien, hè. Elk einde van iets, dat is het begin van iets anders. Ja, dat is gewoon dat je dat zegt, Liesje. Ja, kan ik dat... Ja, ik zou wel echt naar het toilet moeten gaan, hè. Ja, wil ik niet. Nee, hè. Ja. Nee, ik wil dat niet opruimen. Mijn lol, hè, jongen. Als hier bewakingscamera's zijn, dan gaan die ons echt... Ja. Naam, hè. Huh? Allee. Ja, Sammy. Het is zover, hè. Ik heb plakken in mijn nek. Hé, hey, stem! Ja. Hé. Hey. Zie. Dan krijg ik ervan als ik stress krijg, hè. Ja, jong. Ja, maar ik sta ik vol rode plakken, zie. Oh! Anna, wat is dat, jong? Ja, jong. Kijk, dit hangt hier van mei 2004. Ja. Ah, ja, van net erna. Mei 2004 staat hierop. Hoe zot is dat? We staan hier in de best bewaarde omgeving van het eiland. Dus eigenlijk is het echt een tijdscapsule. Ja, dat is niet aan het vangen. Weg! Maar ja, dat is best keihard bewaard. Ja. Allee, wil jij nu komen? En jij hebt een slechte invloed. Ja, nee, kom. Niet komen. Ja, terugtrekken. Ik heb een tijd, jong. Ik moet... Sorry. Zeg, dan bril is nog warm, hè. Als ik daar bij wil komen, dan denk ik soms van, wat is dat hier? Ik heb een berg zand gelegd. We zijn er, bij de brug. Je moet ergens gaan draaien, denk ik. Oei, maar dan staat een spook. Waar rijd je dan eens op? Christophe moet en zal dat beeld hebben. Ja, staat hij er echt onder of niet? Of zijn ja, hij staat put? Er wel onder. Zijn nu juist de putsen, maar dan wel niet rijden in de put. Die man is echt een putje. We staan hier bij de famous brug. In de regen wel, maar alles voor het shot. Kijk eens aan. Eigenlijk is het zo. En wat nu, Guido? Is er iemand die zich afvraagt hoe dat ik mij voel? Ja, terug! Er staat hier natuurlijk veel graffiti op, dat was nog niet. Maar die blauwe daar, die stond er al. Die kun je heel duidelijk zien in Thailand. Dat was toen de enigste, al de rest is er later bijgekomen. Hier zou ook het restaurant moeten zijn in dit gebouw van Toyota. En de bosjes waar Linda invalt. En de bosjes waar Linda invalt zijn hier, kunnen we al zien. Oh ja, moet je wel binnen. En nu moet ik ergens mijn uiten kwijt kunnen. Garden food, food and drinks? Yes, dat is hem. Dat is hem! Gaan we daar ook niet rap iets eten dan? Ik gewoon een broodje tonijn gaan eten. Ja, ik eet geen tonijn, maar... Ik heb nog netelsoep in mijn drink. Je moet een grotere val leggen, denk ik. Ja, werkt niet. Het is wel wat hoog, zeg jij. 10 euro. 10 euro budget, dat is niet veel, hè, tegenwoordig. Zeker niet nu. We zitten daar, hier heb ik niets meer naar. Ja. Zet ons daar, hè, niet? Hier is het, hè. En de bosjes daarachter. Salut.
Smakelijk! Smakelijk! Heb je een getrouwd, dacht ik? Was. Met een scheiding. Goed. Ik had er over praten. Wat zou ik er nu eens over willen praten? Ik ken het niet. Heb je een budget? Dat is een goede koffie. Nee, ik heb het rustig gemaakt. Wij zijn dus daar gaan eten. Dat is de originele zaak. Waar dat Guido en Linda zijn gaan lunchen. Wij gaan nu hier de scène opnemen met zatte Linda bij de paaltjes. De paaltjes staan we nog. Hier valt Linda in de bosjes. Ja, ze zijn serieus gegroeid. Ik ga er niet over kunnen vallen. Ik heb mijn Linda outfit al aan. Mijn staart. Twee druppels water. Ja. Nog wat bezopen zijn. Er zit veel meer in mij dan dat de mensen zien. Meer in mij dan dat de mensen zien. Veel meer! Maar ja, niemand ziet dat, hè? Ik zie dat toch. Ja, maar ik wil dat mensen zien wie dat ik echt ben. Dat moet ontdekt worden, hè? Oh, ik moet een boom hebben. Wat moet ik hebben? Een boom. Voor wat je echt. Linda! 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 Linda. Ons Linda. Wat zijn we te weten gekomen? Wel, ik had dit hier dus geprogrammeerd staan van voilà, hier de Opel-garage, hier krijgt toe Guido zijn auto. Maar blijkbaar lag Opel vroeger hiernaast in een garage die nu iets anders is, dat we hem zo biedt gaan zien. Dus daar is het gefilmd geweest met Koen de Graaf. Ja. Dus we gaan nu naar die andere. Ja, spannend. Het is dus bij Dacia. Eens zien of dat ze hier het eiland wel kennen. Ik denk inderdaad wel, ja, daar staat zo'n paal, dat gaat hier inderdaad. Oh my god, dat is hem hier. Ik ben dus hier in het eiland. Ja, daar wil je ook doen. We hebben ook geweest Pitstone, precies. Ja. Nou, heel veel krijg je er niet van te zien. Nee. Andere richting? Is het niet zo? Zo. Is deze paal? Ik denk dat het is de paal. De paal, de famous paal. Dat is een goede quizvraag. Waar is deze paal? We gaan nu naar de Leize van Sterrenbeek. En hier is de scène gefilmd waar Guido naar zijn vrouw belt om de leugen van het squashje recht te zetten. We hebben het gevonden. Dit is nog hetzelfde. Kijk, hier zie je. Ja, dus, maar hier hebben ze. Pallemans. Dag, squasherke. Marian, zeg jij dat? Hallo. Zeg, ben ik die kwijt, hè, mannen? Hallo. Miljarden, godverdoen, hè. Oeh. Met wie zit je nou gaan eten? Linda, van een export. Ja, het was eigenlijk de bedoeling dat we met heel het eiland gingen eten, maar ja, alleen zij kan. Ik wou die... Gewoon maar beter leren kennen. Oh. Ach, ja, natuurlijk niet alleen zij. Guido, ik vind dat je raar doet. Raar? Wat doe ik nu raar? Ik zou precies even op mijn eigen willen zijn. Ja, jongens, we kunnen hier wel niet buiten zonder de lelijkste geur van de wereld, joh. We gaan de geur recreëren, hè. Hier zou dus de deur naar het dak zijn. Maar het dak is hier niet. Maar we gaan hier proberen binnen te geraken. Hier hebben we geen toestemming voor. Dat is het. Maar nee, was dat niet in de depot? Ah ja, we zijn binnen. Dat is in horen. Oh my god, het is open. Oh my god, het is open. Ah, mevrouw Plantu. Jij Brunilde van de Sales Altoos. Nee, Guido Palmans. Brunilde de Wit, aangenaam. Ah, Brunhilde, zoals bij de Redders. Kunt je ons even excuseren? Ja, tuurlijk. Jullie staan wel goed zo. Bij de deur. Guido. Ah, hop. Telefoon. Dat is. En hier staat ons Sonja. Ja, dat staat ze nu. Guido?
Zeg, de chance op land is groot geworden. Hè? Het dak. Het dak. We zijn aangekomen bij het dak. We hebben de mannen eventjes geditcht en we zijn nu met ons tweeën uit. Ja. Even de thee aan het spillen. Even, ja. Een uurtje. En we zijn aangekomen bij het dak. Kijk, je ziet daar ook waar dat de deur is. Ja. Achter waarschijnlijk. De piramide. En daar heeft Michel zijn de strop dat ze verbrand. Ja, ja. Achter ritueel boven, verbrand. Wat is dat hier? We gaan naar het dak. Je ziet dat? Dat is erop gezet, hè? Mooi die neerkoop. Waar zie je het tattoo in? Ja, ik wou het net zeggen, waar zie je het tattoo in? Dat is bij helder weer, hè? Geen helder weer ook. Hè? Nee. Dat ligt dus veel zonnepanelen, dat was al een beetje raar. Wat? Nee. Het zou wel matig tot zeer vervelend. Ik zou gezworen hebben dat ik het ertussen heb gestoken. Oh. Is dit niet, hè, mannetjes? Wat we hier doen is dus wel degelijk. De 99 zijn wij naar Wandelen getrokken. September 99. November terug, hè. Voor complicaties. Hup. Wegsfeer. Mannen. Beetje meer je best doen, hè, vriend. Voor mij ook allemaal nieuw, hè. Van mannen toch? Relax. Absoluut tussen. Oh, Guido, jij meent dat hier of wat? Guido! Wee! Guido! Zeer logisch dat hier de gsm gegooid wordt, want dat is de enige plek waar je iets kunt maken. Dat is een vijftal meter braaklijn. En dan de fietspad en dan een... Ja, pas op, een trein. Als je dan de fietsen moet hebben, denk ik. Ja, maar ja, dat moet als juist komen. Ja, als je een trein moet dragen. Hey, Frankie! Ik weet we mop op hoe het hier is. Een nieuwe luisteren, hè. Allee? Wat dacht je dat jij ging springen? Nee, niet nee. Veel zalen, maar geen Schubertzaal. New Wave of wat? En nu is het gedaan met uw triestige plantenmuziek. Zwart. Zwart plantenmuziek. Maar is dat mogen jullie tussen de deur steken? Ja. Dat is ondertussen bij mijn, AKA, ze weten bij mijn ouders. Bij mijn ouders zijn een verkleed koffer terechtgekomen. Ah. Dat is sowieso. Er missen nog een aantal. Zalig. Ik ga op monteren. Ja, oké. Pakken. Ik moet shackles hebben. Ik ga mijn shackles hebben. Als je dat hoort, denk ik direct aan het eiland. Ja, doe nu een keer Make Me Smile van Steve Harvey. Ik hoop niet waar. Dat is wel een leuk, ja. Pakken! We gaan hier nog even afsluiten. Ja. Is dat verplicht? Nee, dat is niet verplicht. Nee, hij moet al niet meer meedoen. Kom. Weg. Ja, we zullen weer afsluiten. Hè? Ja, dat is een goed plan. Evie is ook al weg. Ja, Evie is naar huis. We hadden allemaal heel veel honger. Hoort dat wel een beetje aan onze accenten ook, dat we allemaal aan een andere kant wonen. Dus zij is al richting Limburg. Hè. Ja, we zijn dus bezig geweest niet alleen met de locaties te bezoeken, maar we hebben ook andere dingen opgenomen. Yes. En we gaan dus een lied over Thailand, waar we vol een bak aan bezig zijn. En er komt dan dus een videoclip bij. En daar hebben we ook vandaag voor gefilmd, maar dat gaan we niet in dit filmpje zetten. Een stukje, een teaser. Maar we hopen dat de luisteraars ook gaan meedoen. Yes. Laat dan zeker weten of dat je genoten hebt van alle locaties. Of dat je zo wat de vibe kreeg van de scènes die we na hebben gespeeld. Ja. Sinaal! Go, 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 go! Ja, dat is te veel. Dus een beetje je best doen, hè. Yo!